Maar je bent echt... Ik heb de mobiel, niks aan de hand. Know the name. Een nieuwe vlog. Ik zit nu in de auto naar Kroatië. We zijn al heel lang in Duitsland. Regent het? Het regent. Ja, het giet. Oh. We zijn eigenlijk al best wel lang heel erg lang in Duitsland. En hier is mama. Hi. En hier is papa. Hey, kijkertjes. Kijkertjes. We zijn net bij de Burger King geweest. Kom, want het is 6:30. Is het 6:30? Bijna. En hoe lang moeten we nog voordat we Chimney zijn? Nee, we zijn Chimney, dat weet ik niet. Oh, en nee, weet maar niet. 6 uurtjes morgen of zo? Ja, 7. 6, 7. En overmorgen? Ook zoiets. Nee, want we gaan niet naar Chimney. Morgen gaan we maar een paar uurtjes. Nee, ik ben net. Oh, zo. Dus we rijden morgen ongeveer 3-4 uur en overmorgen ook. Ja, dus het is lekker chill. Nu hebben we echt 11 uur gereden. En ik vond het eigenlijk best wel snel gaan en ik vond het ook niet zo erg, want ja, ik lig hier wel lekker. Kijk, hier is een laken, daaronder liggen kussens en daaronder liggen handdoeken. Dus ja, ik vind het wel lekker, weet je. Ik zit tegen. En we zijn nu een hotel aan het zoeken. Maar die kunnen we, ik weet niet. Hebben jullie al wat op het oog? Nee, we staan nog stil. In Passau zijn we nu. Kijk, het vindt echt zielig, want er zijn zelfs nog kinderen die naar school moeten. Zielig. Ja. Een bloed zitten. Nou, okay. Ze hebben hier dezelfde van die sportschoentjes die ze bij ons. Oeh, echt waar? In Duitsland? Ja, hier. Bizar. Echt waar? Oh. Nooit verwacht. In Duitsland? Ja. Wow. Loop je niet achter dan? Nee. Ja. Dat zegt niks meer. Goed zo. Dat was ook ons doel. Doel bereikt. Yeah, high five. Maar oké, Ja, vertel. Hey, sst! We zijn voor de rest niet gaar. Nee hoor. Staan we? Nee, ik niet hoor. Zijn we in de file? Ja. Een beetje. Sst! Kijk, file jongens. Net was een hele ongeluk gebeurd met trauma, helikopters, alles. En toen stonden we heel lang vast. Ja. We hadden er al lang kunnen zijn. Maar ik vind het echt... Sst! Ik vond het echt zielig. Maar oké. Ja, jij bent... Ritsen heet dat. Ritsen? Ja, 1 om 1. Hebben ze daar de ritsen bedacht of zo? Nee. Oh ja, dan ga je 1 voor 1. Wat moet je dan ook weer doen? Dat weet ik. Dat eentje doen we toch van vaker? Eentje van links, eentje van rechts. Dat doen we toch vaker? Je moet maar eens goed kijken naar een rits. Een rits gaat om en om, schuift dat in elkaar. Dat snap ik ook nog wel. Zo, slim. En dan gaat dan zo haken aan elkaar. Ja, nou, dat doen we dan niet met ritsen in de file of wat. Want dat wordt wat... Maar laat er even de bergje filmen hier, want dat is hartstikke mooi. Ik film even. Raampje open. Raampje open. Kijk jongens, ik zie alleen helemaal gekloot en ze heeft zwart beeld. Maar het zal wel goed zijn. De Donau. De Donau. Is dit? Ik weet het niet. Vermoed. Dat wordt vermoed sowieso. Ja. Dit is ook mooi, dit zijn bosjes. Oh, we kunnen naar de kerk morgenochtend. En ik heb mijn phone back. Oh, yes, afgekocht. Thank you, hè. Bitte schön. Mensen, ik moet dan... Ik ga het even... Nee, grapje. Maar we zijn nu een beetje aan het... aan het rijden. Aan het file rijden. Later, als we dus ergens zijn, dan noemen we wel filmen. Doei, dag. Ik wil niet vanzelf verder, hoor. Doei. Je filmt mij toch niet. Ik film de achterkant van de stoel. Ja, ik wil naar rechts, Rob. Ik wil over de brug. Ik ga je stiekem filmen. Wacht even, dat ze niks horen. Oh, we moeten wel. Donau. Dormiro Hotel. Ze hebben niks door, dat zijn grappig. Die heb je zoveel. Nou, maar die maakt goede reclame. Hoe weet je dat? Nou, je ziet hem gelijk staan. Een bordje. Ja. Ga naar Dormiro Hotel, ik wil uit deze auto. Passau is een stad aan Donau. Ja, zo! Denk ik dan. Stukje topo! Probeer het filmen nog. Hi, hi. We zijn nu in Oostenrijk en we gaan net de lift in. Wow. Ja. Want we hebben echt 3 uur lang naar een hotel gezocht. Wow, deze gaat snel. En super snelle lift in. Het is een raketlift. Oh. Ping! Gaat op de maan! Hou op. En we hebben echt heel erg lang naar een hotel gezocht in Duitsland en toen kwamen we uiteindelijk in Oostenrijk. Moesten we nog 3 kwartier aan een uur rijden. Doorlopen, pap. 63. En nu hebben we eindelijk
maar 63 en dit is nog de derde verdieping. Dan zou het toch 36 moeten zijn? Kijk jongens, ik loop gewoon met de stok voor het eerst in de lucht. Oh, shit, kijk uit. Maar we hebben jullie staan in de weg. Ja, ja, hallo, ja, papa die trekt mij daar. Ja, Marina staat in de weg, niet ik. Au! Raakt ze goed. En we hebben nu eindelijk een deze moet ik hebben. Eentje is om binnen te komen en die andere is eruit te gaan. Er zitten zelfs drie sleutels aan. Zitten er wel bij 36, ja. Ze zijn toch 36? Ja, staat er ook op. Laat mij eens even kijken. Ja, drie sleutels zitten er hier aan. Echt even serieus. Maar oké, we gaan zo even wat eten. Mag ik het eens even doen? Nee, wacht even. Nou, ik kan dat niet opvallen. Iedereen krijgt een gelijke kans. Ja, die is het zeker niet. En nu wil ik proberen. Mij lukt het op zeker. Doe het. Pap. Hij zegt piemel. Nee, dat moet je niet vertalen. Koeraas betekent piemel, ja? Zo, wat een nice room. Wat is heerlijk, we zijn er. Oh, wacht even kijken of die sleutel eruit is. Ja. Nou, great. Ik ga great. Zie de wc, ik ga pissen. Nou, ik ga gaan passen. Het ding kan niet eens op slot, jongen. Oh my god, lekker dan. Nou ja, maar niet. Oh, we hebben gewoon een bad. Ik ga vanavond in bad, jongen! Oh, ik moet grapje wat routine. We zitten lekker te ontbijten. Ik heb net al gegeten en ik heb een lekker kopje thee. Yes. En hier is mijn vader. Goedemorgen, kijkertjes. Hoi, hoi. Mijn moeder. We hebben ook zeg maar allemaal van die soort kleine. Hoe heet dat? Kandij. Kandijsuiker. Dat is echt heel lekker, jongens. Dat hebben ze dus in Oostenrijk. En ik heb ook al een zooi op gegeten. Hebben wij ook hoor, in Nederland. Oh, echt? Ja. Waarom koop je dat nooit? Ga dat kopen, dat is echt lekker. Ik heb ook gewoon eigen potje op mijn kamer. Yeah! Ja, dag! Maar, kijk. Dan doe je dat in je mond en happen. Kan ook even thee of koffie. Want het is echt lekker. Dus ja, maar we gaan zo meteen naar de outlet. Dan moeten we nog 4 uurtjes rijden. En dan gaan we naar Zagreb. Daar is de outlet. Dat is de hoofdstad van Kroatië, Zagreb. Voor de mensen die dat niet weten. Denk wel dat je het weet. Maar oké. Weet je, Zadar. Daar gaan wij ook bijna heen. Daar gaan wij zeg maar heen, soort van. En daar woont dus Luka Modric. Dus misschien is... Nou ja, daar komt hij vandaan. Misschien is hij er wel. Dat vind ik echt gaaf. Jongen, ga ik met hem op de foto. Dan ga ik zo... Hey! Hey. En, nou, hij is net zo groot als dat jij bent, denk ik. Echt niet, hij is 1,72. Ik ben diehard fan van hem. Nee, grapje. Hij is net zo groot als papa. Papa, hoe lang ben jij? 1,72 of zo. Oh, nou, dan is hij niet zo groot. Ja. Alleen hij is wel wat lichter dan jij. Nou. Dat weet ik niet hoor. Jawel, 66 kilo. Papa is ook kilo. Heel licht hoor. Hij weegt 66 kilo, dat zijn ze dus op tv. Echt? Ja, jij niet nou, hè? Nou, ik 10 kilo's meer. Maar ik ben misschien een paar centimeter langer hè, dus dat... Nee, 1,72 is die ook. Ook? Ja. Oh. En nu? Hoe ja, red je je ik heb zwaardere botten. Waarom lachen jullie zo gewoon? Ik heb gewoon zwaardere botten. Ja, maar niks te maken. Ik heb gewoon hele zware botten. Heb jij hele zware botten? Zeker ook een heel zwaar hart. Vinden de mensen vast niet interessant dit. Oh, waarom niet? Dan betaal ik bij de outlet meer. Ja. Daarom ga je me schoppen. Oh, sorry. Nee, nou we gaan dus zo naar de outlet en daar is dus, zijn allemaal merkkleding. Dus Tommy Hilfiger en Armani en... Calvin Klein en dat is dan... United Colors of Benetton. Kent iemand die? Nee, ik niet hoor. Vraag en... in de pol, hè? En, ja, sorry, ik beet hem even door. Maar daar gaan we dus heen en dan is het allemaal een stuk goedkoper, toch? Dan is het echt, yes, dus daar heb ik wel zin in. Maar dat is dus 4 uurtjes rijden, dus laten we zeggen... Als we daar rond een uur of twee, drie zijn. En daar is tot 9 uur open, dus dan gaan we daar... Misschien gaan we dan daarna nog even wat verder rijden of daar een hotel pakken. En dan gaan we morgen naar de camping. Telefoon. Dus ja, doei. We zijn in Kroatië aangekomen en nu zijn we bij Rose's Fashion Outlet. En dat is zeg maar heel groot winkelcentrum met allemaal merkkleding en zo. En dan zeg maar korting tot 70% korting. Dus we gaan even kijken. En we zijn net aangekomen in Kroatië. Eindelijk.
eigenlijk. Dus ja. Nou, laten we zien. En ik heb mijn beste vriend er meegenomen. Hier rijden we al 22 jaar langs. En zijn we nooit gestopt. Dit is de eerste keer in 2018. Ja, nou, we gaan eens kijken. Ja. Hier aan de rechterkant, Baby Center van Marina. Goeie man. Ja, leuk. Alles heel goed. Nou, ga gelijk even naar binnen. Dit is kleine fietsjes. Hou op. Zwembandjes. Nou, oh, leuk. En alle gebouwen hebben een kleurtje, rood-bruin. Het lijkt wel een stad. Een stadje. Oké, maar ik moet eerst naar het toilet. Ik ook. En ik heb dorst. Ik ook. Nee, ik niet. Nou, ik ben geslaagd. Ja, jij wel. Ik heb dit tasje. Waar echt best wel veel in kan. Met 4 vakken. 3 met een rit en 1 zonder rit. En dan heb ik nog, laat ik zo zien, een rokje en een heel leuk topje, shirtje-achtig iets. Papa heeft 2 korte broeken en dat was het toch? Ja, korte broeken. En jij hebt een sporthemdje. Ja, leuk. Een sporthemdje op de vakantie gekocht. Jee! Je wou toch gaan sporten met mij, joh? Ja, ik ga ook sporten, maar ik had liever een leuk rokje. Hé, dit is een mix. Nu hebben ze de fotograaf een beetje wat leukers gemaakt. We gaan nu de ginwinkel zoeken. Gaan de gin... Oh, nee, echt? Nee. We hebben net een hotel geboekt voor zometeen. Ja, in Carnarvon. 1 uur en 6 minuten rijden om precies te zijn. Ja. En, wat zou ik zeggen? Met de dieren gaat het helemaal goed. Loekie en Sky. Alleen Luca wil gisteren niet eten, maar dat doet ze ook wel eens bij ons gewoon uitproberen. En als ze het warm heeft, eet ze ook niks. Dus maar dat, ja, weet je dat... Ah, toen kreeg ze een plakje zalm en dat doorheen. Ging erin. Dat ging er wel in. Maar Luca is zeg maar zo, dat zij weet als ze niet eet, dat wij er melk of wat doorheen gooien. Dat is heel slecht van ons. Maar ik wil wel dat ze eet, want anders gaat ze dood, weet je wel. Nou, ja, ze hebben genoeg spek hoor. Ja, oké, maar alsnog. Maar alsnog, dat zit je dan toch niet lekker. Maar dus, zeg maar, Luca probeert uit. Dat doet ze nu bij Geest en doet ze nog steeds bij ons. Ze is 11 en ze wordt 11 jaar bij ons, maar nog steeds probeert ze ons uit. Omdat wij het gewoon ook toelaten, weet je wel. Maar oké, is niet erg. Zo ken ik Luca. En vandaag heeft ze wel gegeten. En oh, ik pak heel even de camera. Jongens, er loopt hier iemand. Oh, die loopt met een kruk, maar die had net de kruk gewoon recht naar voren. Want ze wilde, hier hebben de camera weer. Ze wilde een ijsje eten. Dus die kruk is niet zo hard nodig. Jammer. Daar heb ik zo'n hekel aan. Hè? Dat mensen dan toch met kruk gaan lopen terwijl het helemaal niet nodig is. Nou ja. Dat kan ik echt niet tegen. Maar ja, als je aandacht wil, moet je het maar gewoon lekker doen. En dan maar op die manier. Hè. Weet je, dan denk ik echt... Ja, doe lekker net alsof je wat hebt en dadelijk breek je echt allebei je poot en dan kan je echt 3 maanden niks. Maar ja. Oké, als je dat zo graag wil. Nou, we hebben een hotel geboekt, maar die konden we niet vinden. Dus nu zijn we maar naar een ander hotel, de laatste kamer. En ja, dit is een beetje de omgeving. Het is wel heel mooi. Oh kijk, daar komen weer de kinderen op paard. Hier kan je volgens mij zo ritje regelen, weet je, dat je aan de hand kan meewandelen. Dit is ons hotel. En dit is ons uitzicht. Ook zo wat zwijntjes. Echt wel een mooi gebied. We gaan nou even lekker ergens wat eten. Ik denk daar. En daar even kijken. En daar hebben we Rob. Die is ook aan het filmen. Ja, ik had ze gezien, de paardjes. Ja. Paardjes. Woensdag. En we zitten in de Ahoetonaoe. Naar de camping. We zijn, dat is buiten mooi, hè? Super. Maar we zijn nu dus. Wat gebeurt er als ik. Oh, ik dacht wat. Sorry. Maar we zitten in de auto en ik ben echt heel moe. Ik heb nu nog even lekker liggen pitten, dus daarom mijn slaperige kop, maar maakt niet uit. En we zitten in de auto. Zo, dan heb je nou 3 keer gezet om in de auto te zitten. Ja, nou, ik heb niets beters. Voor de mensen die het niet weten, we zitten in de auto. We zitten in de auto. In de auto. In de auto. Ja, jij zegt auto, maar het is auto, want dat is toch niet auto. Mama, ja? Zeg mij na, auto. Afto. Auto. Auto. Afto. Jij zegt auto, zeg auto. Auto. Nou, je kan ook echt een auto zeggen. Ja, natuurlijk wel. Zeg auto. 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 Maar jij zegt altijd auto. Auto. Ja, auto. Je bent niet meer aan het filmen, je filmt de rug van de leerling. Hi. Kom jongens, ik neem jullie even mee, dan gaan we naar voren kijken. Zijn jullie heel misselijk? Rob, er zijn hier wegwerkzaamheden. Even kijken, we gingen de zee. Ja, nu zie je net geen zee, jongens. We zijn er wel bijna. Ja, Maria schijnt weer op jou. Nou, mensen, wij... Ik kan trouwens Engels, hè? Ja, ti, on, mi,
Wie? Kroatisch. Ik bedoel Kroatisch, Onnie. Engels kan jij. Ik bedoel Kroatisch. Doe normaal. Ik kan Kroatisch. Ja is ja, ik. Ik ga even proberen. Ik, ja. Jij, die. Hij of zij, on. Zij is onna. Ja, dat heb je nooit verteld. Ik, jij, hij. Stil, stil. Nee, maar zij, laat maar. Ik is ja, ja. Jij is die, hij is on, zij is onna. Juist. wij is nie, jullie is wie en zij is onnie. Goed zo. Niet onnie, onnie. Onnie. Niet onnie. Onnie. Wat is het? Hoe schrijf je het? O-N-I. Ja, onnie. Onnie. Nee, moet denken aan de olie. Onnie. Onnie, dat zeg ik toch al heel mijn leven, man, Onnie. These days, nou dag. We zien de zee. Hangt op, sluit de camera. Yay. Yeah. Het is, wat betekent zee op z'n Kroatisch, Marie? Zij. Nee, zee. Zij. More. Oh ja, more. More. More, more. Een auto is... Ja. Nee, auto is... Auto. Helemaal stuk. We zitten hier in de auto en er stond er iemand langs de weg te pissen. Dus mijn vader die gaat helemaal toeteren naar diegene en hij kijkt zo om. En heeft hij waarschijnlijk over zijn zichzelf heen gepist. Dat was echt grappig. Om zijn schoenen. Ja, of over zijn klaar. Heb jij ervoor gezorgd? Nee, heb jij ervoor gezorgd? Wat? Nederlanders voor ons. Ik moet super nodig pissen. Jongens, Marietje ligt te slapen, want we gaan nu... Oh, Marietje ligt te slapen. We gaan nu het eiland op. Het is een hele lange brug. Kijk hoe hoog. We moeten geen hoogtevrees hebben. Oh, die meneer moet ook niet vallen. Kijk, nu zitten we op het eiland Baak, jongens. Oftewel ook wel genoemd het Maaneiland. Hoe zouden ze nou aan die naam komen? Is die er rond? Nou, nee, maar het is gewoon heel erg dood aan deze kant van het eiland. Het ziet er echt uit als de maan, maar niks groeit. En we gaan zo naar de andere kant, zou ik het even filmen, dan is het ineens weer groen. Kijk jongens, dan zal ik jullie zien waarom. Kijk hier, dat is ook nog Baak, dat gedeelte. Zie je, dat ziet er toch uit als de maan. Kan ook anders hier op het Maaneiland. Het is hier gewoon aan de andere kant wel groen. Met wie zijn we? Met Anthony en Marion en Marie Fred. Is een beetje... Hallo! Een beetje enthousiast. Oké. Yay! En we zijn op de camping. Yay! Yay! Proost! Hey! Heel overdreven. Yay! En daar is de wipeout, jongens. Losbollen! Ja. Alcohol. Maar, meer drank in de ja, we zitten best wel vlak bij elkaar met huisje, dus dat is wel mooi. Ja. Oh, we kunnen Fred horen schermurken als hij de ramen open heeft. En dat ga je doen. Empty stick bijna. Nee, je gaat allebei trouwens. Ik heb mijn oordopjes meegenomen. Jij kan ook snurken, en dat hoorde ik. Vol mee? Oké. Mooi shirtje. Nou mensen, we zitten nu even bij een restaurant. Wat? Oh, dat weet ik niet. Maar hier is Marion. Hi. En mama. Ja, hier. Hi, hi, hi. Hi, hi. Hallo. Zwaai, zwaai. En Ent. Oh, nou, je vader heb je overgeslagen, gekut. Een klein beetje in beeld. Maar boeien. En we zijn nu bij zo'n restaurantje. We hebben eten besteld. En we hebben echt wel een leuk huisje. Vrijdag komt er een house tour. En dus morgen. En ja, dat was het wel weer. Dag. Ja, trekken! Ik ben aan het filmen, kom op! Sensatie! Ja, Marie, pak ze! Man, ben je echt zo slap? Ben je echt zo slap, man? Maar je bent echt... Ik heb de mobiel, niks aan de hand! Ze lult, ik heb de mobiel! Nee, wat? Ze Ja, andere slipper. Je hebt er nog één. Zo. Hallo. Koud of niet? Nee, eigenlijk niet. Ik ga gewoon nog een keer. Kijk, jongen, ik ga gewoon. Maar je moet gewoon stil zijn. Mam, weet nou stil, dan weet je. Zo'n hartje. Zo'n hartje wel mooi. Kom op, we gaan.
Mam, je bril, als je bril daar kijkt. Oké. Okay. Oh, ik heb wel 1 minuut 5 plezier hier zo. Wat doet? Hi. Mag ik even? Hi. Ik heb net even gedoucht en ik ben nu weer thuis. Dat is echt dom. Ik ben nu weer terug hier. Kijk, dit is zeg maar hun terras. Wij hebben dit niet. En wij hebben gewoon een suf tuintje met een bank en een stoel en een tafel. Ja, ze hebben echt een terras. Kijk, slecht. Ga je dood aan? Wijn. Isa. Ga je ook dood aan? Nee, dat is lekker. Dat is heel goed. Heel ook een beetje kutje wel af en toe is goed. En ik heb nieuwe zwemschoentjes gekregen van mij al. Kijk eens, wat lief, hè? Ja, ik wilde maar overheen. En ik hoop in ieder geval dat jullie deze vlog een beetje leuk vonden. Een hartje. Ja, dat is een hartje. Ja. Goed gezien van jou. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Abonneer mijn kanaal. En dan zien jullie mij vrijdag weer bij een volgende video. Duimpje omhoog. Doe een duimpje omhoog als je ook op vakantie naar Kroatië. Doei. Happy New Year. Oh, er is niks meer. Ik zie niets meer. Ja, gelukkig nieuwjaar allemaal.